In de congreshal heeft gisteravond de presentatie plaats gehad van het eerste Winti-heilige schrift, Krisikri Sumani. De stichting Kunye Akata staat achter dit heilig schrift. Het eerste exemplaar van het schrift werd aangeboden aan president Desiree Bouterse. De president, ongeveer bij van 6 jaren terug, hoorde ik u bij de inauguratie zeggen, Achini di Boifukas Vinika. Tide meneer de president, Mikai Fesi, Juna Bichi Gingiman, Usranam. Achini di Boifukara, Oji, Namens, Agroom Mama Usranam. Ik sta hier als president van de Republiek Suriname om dit heilige schrift in ontvangst te nemen. Het is een enorme doorbraak en we mogen de Almachtige prijzen dat we in dit land leven. Waar de vrijheid van godsdienst tot in alle gelederen is doorgedrongen. Ik weet wel dat met het ontvangst nemen hiervan niet dat iedereen gelukkig zal zijn, maar vanuit mijn hoedanigheid als president ben ik ervan overtuigd en is het mijn plicht om deze rituele handeling met u te plegen. Ik wil van hieruit de hele familie van Akata Konde wil ik met heel veel respect en liefde feliciteren. En uiteraard uw vrouw in het bijzonder. En voor u, ik denk dat mensen woorden kort schieten en dat de Almachtige u de woorden zal geven die hij wil geven. Maar laten we zeggen, Basimakna, Ulobi, Gosodo, naar Aworko Sayedu. President Bouterse toonde zich erg verheugd met het boek. Hij gaf aan niet veel van tal van zaken te weten, maar als het op het gebied van de Winti-cultuur komt, kan hij wel een woordje meepraten. Zo heeft het staatshoofd naar eigen zeggen avonden met mensen over deze zaken gediscussieerd, op zoek naar het juiste antwoord. De minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, noemde het een historisch moment. In het licht van het vastleggen van de Winti-cultuur als ideologische basis voor de huidige en komende generaties. De voorzitter van Kunye Akata, Ramon Maknak, hield de aanwezigen voor dat geloof hetgene is dat ons houvast, moed en liefde geeft. In het samenleven doen, volledige vrijheid om op hun manier te komen tot de schepper. Anderen waren op sommige vlakken daarin minder bevooroordeeld en weer anderen werden zoveel als mogelijk afgesneden van hun manier om diezelfde schepper van hemel en aarde te aanbidden en te prijzen. De geloofsuitingen en religieuze rituelen van deze laatste groep werden afgedaan als heidens en niet geschikt voor een gezonde en blinde samenleving en helemaal niet goed voor de beschaafde mens. Elke uitingsvorm, zo klein ook, dat niet strookte met dat van de overheersers, werd op gruwelijke wijze afgestraft. Desondanks is ook toen gebleken dat geloof iets is dat nimmer onder druk of zelf vernietigd zal kunnen worden. Geloof is puur en indien het uit reine en oprechte harten komt, maar vooral als het is ter verering van hem die leven schenkt, zal het stand houden en overleven. Evenzo is dat het geval geweest met de religie die de tot slaaf gemaakten van oudsher hadden meegekregen van hun voorouders die het op hun beurt weer overgedragen hebben gekregen van hun voorouders. Die de eerste mensen waren die Anana, God, had geschapen. Zij waren onnoemelijk lang geleden onderwezen in de wetten die Anana aan de mens stelde. En ook hoe zij nauw contact moesten en konden blijven met hun schepper.
Ramon Maknak, voorzitter van de stichting Kunye Akata, die gisteren het eerste Winti Heilig Schrift heeft uitgebracht. De presentatie heeft plaatsgehad in de congreshal.